Vanuit Buitensporig is dit Café 0.0. Presentatie Tom Zuidema. Dag, welkom bij Regio TV Tiel vanuit Buitensporig met het programma Café 0.0. Vandaag hebben we te gast Julian van der Slikke en Arnoud de Wilde. Die gaan ons iets vertellen over het beklimmen van hele hoge bergen en het trainen daarvoor. Even een momentje graag. Oh, neem je niet kwalijk. Mette? Klimmen. Is dat niet langzaam naar boven vallen? Is dat niet koud, nat en heel gevaarlijk? Oké, op een muurtje, in een boom, als niemand het ziet. Van papa en mama mag ik dat niet. Maar met stokken en pennen en enorme lange touwen gaat Arnoud heel hoog, nee, nog hoger de berg op sjouwen. Misschien is het wat lef dat ik nu nog mis. Ik hoef niet de berg op, omdat die het is. Ik ben zo benieuwd. Oh, ik ben zo iemand die graag beneden blijft. Toch ben ik nieuwsgierig naar wat Arnoud drijft. Mooi, dankjewel. Nou, nogmaals, ja. Welkom. Arnoud de klimmer en Julien de trainer. Arnoud, ik wil even bij jou beginnen. Waarom klimmen? Waarom klimmen? Puur voor mezelf. Ik ben ontzettend nieuwsgierig of ik het zou kunnen. Dus dat maakt eigenlijk de berg, het soort berg, misschien niet eens zoveel uit? Nee. En zeker in het begin niet, toen ik van een hele hoop bergen nog nooit gehoord had. Want elke berg heeft een naam en een verhaal en mensen vinden er wat van. Maar voor mij was het puur de nieuwsgierigheid van, zou ik dat kunnen? En hoe zou ik dat dan doen? En hoe zou ik dat organiseren? En kan ik dat dan zelf? Of heb ik daar een team voor nodig? Of begeleiding? En heb je vaardigheden, specifieke vaardigheden nodig? Of is leeftijd een beperkende factor misschien? Specifieke vaardigheden, dat is wel heel erg afhankelijk van het type beklimming wat je gaat doen. Als je dan naar de Alpen gaat, lekker dichtbij, dan kom je toch al vrij snel de sneeuwgrens tegen. En er zijn gletsjers, ondanks dat er veel smelt. En misschien wel juist daardoor ontstaan er heel veel gletsjerspleten en gaten. En je moet natuurlijk weten hoe je daar veilig overheen komt. En als je erin valt, hoe je er weer veilig uitkomt. Dus dan heb je gletsjers wel... lijken me erg gevaarlijk. Gletsjers zijn per definitie gevaarlijk. Absoluut, want gletsjers bewegen. En alles wat beweegt, kan scheuren. En dat doen gletsjers in feite ook, want ze bewegen, omdat ze eigenlijk zo langzaam naar beneden glijden. En dan breken ze en dan krijg je grote gletsjerspleten. En het vervelende daarvan is dat ze weer dicht sneeuwen. Ja, dus je ziet ze niet. Ja. Nou, en dan heb je wel technieken nodig en ook materialen nodig om je veilig te bewegen door zo'n gletsjerlandschap. Nou hebben we het niet over zomaar bergen, we hebben het over hoge bergen. Mette zei het in haar gedicht al van, ik hoef die berg niet op omdat die er is. Dat geldt misschien voor jou ook een beetje, want je hebt het over je eigen uitdaging. Het gaat over jouw persoon met de natuur. Ja. Maar dan ben je boven en dan? Dan moet blij? Je... Euforisch? Nou ja. Als ik de top haal, dan, en dat is niet altijd het geval, dan ben ik blij. Is dat frustratie om die top niet te halen? Is dat erg? Ik heb een aantal keren een top niet gehaald en ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit gefrustreerd ben daardoor. Ik vind het wel, een hele hoop mensen die meegaan voor een eerste keer, die willen natuurlijk op de top staan. Elke bergbeklimmer wil op de top staan, zonder meer. Maar stel je ervoor dat je maandenlang aan het voorbereiden bent om op een top te komen. En dan sta je uiteindelijk op die top. Meestal blijf je daar maar een paar minuten, omdat het te koud is of te winderig. En dan ga je weer naar beneden. En als je dan alles laat afhangen van die paar minuten, dat is wel heel jammer. Ja. En ik snap dat topatleten doen dat natuurlijk. Die willen de 100 meter lopen en als eerste over de meet komen. Dus alles hangt af van dat ene moment. Maar zo zit ik er niet in. Oké, Arnoud, ik begrijp, het gaat dus om veel meer dan alleen maar die top. Het gaat om het proces, om jouzelf. Ja. Kan je daar nog iets langer bij stilstaan? Wat is dat dan? Ja, voor mij gaat het om een heel proces wat ik doorloop. En bergen beklim je niet alleen.
Mm-hmm. Ik heb ooit één keer alleen een berg beklommen, maar dat is weer een verhaal apart. Maar normaal gesproken beklim je een berg niet alleen. En dus ben je met minimaal twee. En dan ga je een proces door van groep, waarbij je individuen bij elkaar hebt. En dat proces, dat, wat je doorloopt, daarin vorm je een team. Dus je gaat eigenlijk van groep naar team. En dat vind ik super interessant, om te kijken, ja. Gaan we nou beter met z'n tweeën of met z'n vieren die berg op, dan dat we gestart zijn? En vullen we elkaar er heel goed aan? En is iedereen zelfredzaam? En als er iets met mij gebeurt, help je me dan? En als er iets met jou gebeurt, help ik jou dan? Ook al kost het jou de top. Hoe zitten we erin? En dat vind ik een super interessant proces. Oké. Nou, wonen we in zo'n beetje het platste land wat we kennen in de wereld. Voor een groot deel beneden de zeespiegel. En dan lees ik een artikel in de krant. Dat gaat over jou. En dan zeg je, ja, ik doe hoogtetraining in Lienden. Ik denk, Lienden, dat ligt ook bijna onder de zeespiegel. Daar hebben we jou voor uitgenodigd, Julian van der Slikken. Je hebt een sportschool waar je hoogtetraining kan doen, maar die is nog steeds op een van de laagste plekken op in ons land. Hoe werkt dat? Hoogtetraining op zeeniveau. Ja, dat. Ja. Ja, dat is wel mooi. Sinds 2008 al trouwens. Hè. Dus we hebben die hoogtekamer al heel lang. Mm-hmm. En daar wordt een klimaat gecreëerd in die kamer. Het is een hele afgesloten kamer, gasdicht gemaakt eigenlijk. Mm-hmm. En er wordt zuurstof ontrokken. Dus wij werken niet met drukverschil, maar met het zuurstofpercentageverschil. Okay. Dus pak een beet, zitten we op 2500 meter. Dan kun je zeggen 2500 meter. Hoe wij hier zitten op zeeniveau, hebben we 20,9% zuurstof in de lucht zitten. Zit je op 2500 meter, is dat ongeveer 15,5%. Maar wat doet Arnoud dan in die kamer? Behalve ademhalen. Kijk, de hoogtestages zijn bekend meer om conditioneel te verbeteren. Hm. Dus alle topatleten, niemand uitgezonderd, iedereen gaat op hoogtestage, op hoogtetraining. Dat kan ook bij ons, alleen als je de bergen heen gaat, en dan doe je het meer voor de acclimatisatie. Dus de gewend geraking aan het mindere zuurstof. Hm. En dat is ook een heel proces. Dus je kunt niet in één keer doorwandelen naar 6000 meter of zo. Dat heeft ook tijd nodig, ja. Ook in het echt, in de praktijk. Hè. Dan wij de Kilimanjaro, of Arnoud, die organiseert ook de Kilimanjaro Experience, dus met groepen de Kilimanjaro op. Dan kun je ook niet in een dag doorlopen, dan doe je ook 5 dagen om de top te bereiken en ook om voldoende te acclimatiseren. Zodat je lichaam dus, wendt aan de, het lagere zuurstofgehalte. Ja. Dus gaat het te snel, daar is ons lichaam niet op gebouwd en niet op, dus dan kom je die hoogteziekte tegen en dat is eigenlijk levensgevaarlijk. En in die hoogtekamer, daar pakken wij ook een traject. En een aantal weken ernaartoe werkend eigenlijk, dus stel je gaat naar 6000 meter, dan pakken we ook elke week 300 meter verhoging. Dus per week gaan we 300 meter omhoog totdat wij gaan tot 5000 meter bij onze hoogtekamer, totdat we die 5000 meter zitten. En dus, tussendoor geeft het niet dat je dan even niks doet, dat je gewoon weer op zeeniveau loopt? Nee, dat lichaam past zich ook in die tijdsbestekken voldoende aan. Maar ik hoor je ook zeggen dat er heel veel sporters, heel veel atleten op hoogte trainen. Ja, maar dan ga je ook niet boven de 3500 zitten. Dus 3500 is wel een beetje de grens om te zeggen, dan heb ik er nog conditioneel profijt van. Mm-hmm. En de ervaren hoogtesporter, kijk, doe je het voor de eerste keer, dan is 2500 meter al voldoende. Nee. Maar de ervaren hoogtesporter die jaar in jaar uit ook op hoogte gaat trainen en om beter te worden, ja, die zit ook wel in die 3000. Nee. Maar boven de 3500 zijn de effecten eigenlijk negatief. Mm-hmm. Dan ga je meer naar acclimatisatie doen. Dus waar Arno doet, daar ga je wel naar de 4000 en naar de 4500 en naar de 5000 meter. Wat doet dat dan met je lijf? Wat gebeurt er in zijn lijf als die op hoogte gaat trainen? Ja, het aanpast eigenlijk. Het hele lichaam past zich aan op het mindere zuurstof. Hmm. En dat mindere zuurstof, dat lichaam vindt dat niet fijn natuurlijk. Nee. Dus het zorgt ook mede wel, dat is het conditionele effect weer, dus dat het eigenlijk ook meer rode bloedlichaampjes aan gaan maken. Dus je houdt meer zuurstof vast in feite? Ja, beter zuurstoftransport. Betekent dat dan ook, misschien dat jij dat kunt zeggen, Arnoud, als je weer beneden bent na een klim, dat je het gevoel hebt dat je een immense conditie hebt, heel veel aan kan, heel veel energie? Nou, dat ligt eraan hoe moe je bent van de top als je weer beneden bent. Maar het is wel het geval. Stel je voor dat je 2 bergen zou klimmen, dan kom je die tweede berg makkelijker op, omdat je al geacclimatiseerd bent. En het is nou ook weer niet zo dat je enorm acclimatiseert door af en toe een uurtje in een hoogtekamer te trainen. Maar je leert je lichaam wel ermee om te gaan. En vandaar dat ik met een volle rugzak
op mijn bergschoenen een hoogtekamer inga op een loopband. En die zet ik zo schuin mogelijk. Ja. En dan loop ik gewoon urenlang omhoog. Omdat het nergens anders in Nederland kan. Dus dan moet je dat wel op zo'n loopband doen. En daarmee leer je lichaam in een zuurstofarme omgeving met een zware last omhoog lopen. Ja. En dan leer je ook wat inspanning is en wat die inspanning doet en wat je voelt. En moet ik nou minderen? Moet ik een pauze nemen? Hoe ga ik daarmee om? Ja, ja. En dat kan je perfect trainen bij Health Club Julian. En bij de sportschool kan dat dus in die hoogtekamer? Er zijn behoorlijk wat atleten die daar gebruik van maken. Is dat ook verschillende disciplines, allerlei soorten sporten? Hoeveel mensen heb ik het dan over? Dat is wel hetgene waar je nou benoemt, waar iedereen denkt. Al die topsporters, daar kent iedereen de hoogtestages van. Maar wij gebruiken het veel meer gezondheidstechnisch. Okay. Wij kijken naar de longpatiënten, naar mensen met diabetes. Die verschijnselen, daar werkt de hoogtetraining perfect op. Ja, ja. Obesitas. Overgewicht, precies hetzelfde. En daar wil je zeggen dat er geen sporters komen, want we hebben nou deze week hebben bijvoorbeeld Tim de Vries. Dat is een Paralympier, een handbiker. Mm-hmm. Ja, die zit 3 uur achterheen in de hoogte te trainen om ook zijn profijt eruit te halen. Ja. Dus het wordt wel gedaan, maar het is niet zo dat wij alleen maar topsporters ontvangen op die manier. In 2008, weet je, toen het nog heel pril was, maar we waren het eerst in Nederland. Naderhand is Papendal erop bijgekomen. We hadden hem voor Papendal eigenlijk al. Mm-hmm. Toen hebben we best wel veel teams gehad. Maar dat kwam ook. Je had op dat moment ook Beijing, de Olympische Spelen. Dus voor die tijd wilde iedereen die hoogtekamers ook weer in. Ja, om ook klimaat te wennen al voor Beijing. Ja, dus in die zin zijn er wel veel in geweest. Maar onze hoofdmoot is gewoon eigenlijk de gezondheidsgroepen en algehele fitheid. Ja, ja. Want ook al ben je fit. Als je 4 weken hoogtestage pakt, je komt er veel fitter uit. Ja, ja, ja. Jij noemde net de ervaring van als je van die bergen komt. Maar pak de wintersporter en vraag aan de wintersporter hoe die nou die 2 weken of nou die week naar huis gaat. Ja. Vaak veel fitter, want ze zijn op hoogte geweest. Ja, ja, dus dat effect is heel duidelijk te merken. Ja, ja. Die hoogtekamers worden nog in Tiel gemaakt ook, begreep ik net in het voorgesprek. Ja, dat is heel toevallig. Ik ben op zoek geweest naar hoogtekamers toen ik begon met bergbeklimmen, want ik ben vrij laat begonnen. Ja. Eigenlijk zo'n beetje rond 2008 denk ik dat ik begonnen ben. Oké, dat is pas heel recent dan. Ja, 15 jaar geleden. Ja. Nou, soms loopt het raar, hè? Ja, vrij recent. 15 jaar, hè? Maar goed, dan krijg je de smaak te pakken. Ja. Even de afsluiting, dan wil je die hoge toppen doen. Er zijn de 7 meest spraakmakende. Ja. Is dat inderdaad een lijstje van die moet je gehad hebben als klimmer? Ja, daar word je op een gegeven moment op gewezen. Het is zeg maar het publiek, de media of de mensen om je heen die zeggen van goh, ben je daar al geweest, ben je daar al geweest? Ja, ja, die beginnen daarnaar te kijken inderdaad. Ja. Hè? En dan kom je in aanraking met die hoogtekamers en je hebt het daar eens over en mensen duiken erin. BCAT High Altitude, dat bedrijf hier in Tiel wat die hoogtekamers produceert, die heeft het daarover. En dan word je er eens op geweest van goh, je hebt al 3 of 4 en nu 5. Van de beroemde 7 summits geklommen. Hmm. Nou ga je toch zeker ook de laatste 2 klimmen. Ja. En naarmate dat dan dichterbij komt, ga je er zelf eens over nadenken van hoe is dat eigenlijk zo gekomen. Hmm. Want al die 7 summits die ik tot nu toe heb geklommen, de eerste 5. Nou eigenlijk de laatste die ik heb geklommen is op Antarctica vorig jaar. En dat was een bewuste keuze. Maar degene daarvoor zijn eigenlijk allemaal zo gelopen. Ja. Waren geen bewuste keuzes. En het gaat er dus nog steeds helemaal eigenlijk niet om die specifieke berg. Nu komt het dichtbij. Hè? Ja. Dus nu heb ik het in mijn hoofd zitten en nu denk ik, ja, maar nu wil ik ook de laatste 2 doen. En voor mij is dat dan Denali in Alaska en de Everest op de grens van Nepal en Tibet. Ja, ja, ja. Mocht dat gebeuren en gaat het je lukken, dan zien we je heel graag hier terug. Nou, met Julian om nog eens na te praten over hoe dat is gegaan en wat de begeleiding heeft betekend en wat het voor jou als mens heeft gedaan met je team om zo hoog op de wereld te staan. Ja, dat lijkt me mooi. Arno, dankjewel. Ja. Julian, dankjewel. Graag gedaan. Dit was Regio TV Tiel met Café 0.0 met onze gasten op hoogte Julian van der Slik en Arno de Wilde. Graag tot de volgende.